ja, deze plek doet me er enorm aan denken. Hier komen ze meestal, hè. De mensen die vreemd gaan, die niet dat thuis kunnen doen, die dat niet willen weten voor de buitenwereld, die pakken vaak die grote internationale hotels en dan glippen ze naar de kamer en ze betalen van tevoren en dan weer weg en dan dat het niet opgemerkt wordt. Nou, ja, dus wij doen het stiekem, hè? Op grote schaal, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb twee vriendinnen die één heeft een buitenechtelijke gehad en de ander zit er nog middenin. Nou, die raken daar niet over uitgepraat. Dan zie je al het leed en het wachten en het smachten en het hopen. En dat komt allemaal langs in gesprekken en dan word je op een gegeven moment ook heel moe van, kan ik je melden. Maar daardoor weet ik hoe groot die emoties zijn en dacht ik op een gegeven moment, ik ga die mensen die dat doen, ga ik interviewen, anoniem, geef ze een andere naam, andere woonplaats en dan kunnen ze hun verhaal een keer vertellen. En wij willen dat ook eigenlijk allemaal wel lezen. En het viel me ook op hoe gemakkelijk ik die mensen heb kunnen vinden voor het boek, want er zijn er heel veel, echt heel veel. Ik ben al die mensen die ik geïnterviewd heb heel onbevangen tegemoet getreden, zonder vooroordelen. Gewoon met de vraag, hoe ziet je liefdesleven er nou uit? Waarom? Ben je er nou gelukkig mee? En wat mij eigenlijk het meest frappeerde, was dat het vaak om hele langdurige relaties gaat. De kortste relatie in mijn boek heeft 3 jaar geduurd en de langste 36 jaar. Nou, dat gaat niet om een wipje, dat gaat niet om rozengeur en champagne, maar dat zijn echt grote liefdes. Het zijn dus gewoon hele grote liefdes en mensen die heel erg vervlochten met elkaar zijn geraakt en die elkaar niet meer los kunnen laten. Dat heeft me het meest gefrappeerd.